Jongens, is dit veilig? Omdat het Nationale Studentendag is, heb ik hier echt overheerlijke biertjes voor je, jongen. We zijn studenten, kroos, knul, nul. We gaan zuipen, nul. We gaan heen naar de kloten. Yes, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video van de Gierengasten. Mijn naam is Niels. Ik ben Martijn en het is vandaag een ontzettend speciale dag. Ja, heel belangrijk. Het is namelijk Nationale Studentendag. Dus wij dachten, laten we de studenten die al zo hard getroffen zijn, een hart onder de riem steken. Ja, wat gaan we nou doen? We hebben natuurlijk pils bij ons, want dat is waar studenten van houden. En we hebben een hoogwerker. We gaan met die hoogwerker gaan we de hoogte in. Je meent het. Ja, en dan gaan we bier netjes zo bij hun balkonnetje of raam of ja, whatever afleveren. Want als de studenten een klein beetje nieuws hebben gelezen, horen ze nu gewoon eens op een kamertje zitten. Maar niet getreurd, wij komen jullie redden met bier en alleen bier. Ja. Sorry daarvoor. Dit is Gulle Gasten. Top. Nee, niks top. Het regent. Ja, het is niet top, nee. Nee, had je niet even een andere dag kunnen uitkiezen voor dit. Wie gaat plaatsnemen? Ja, jij mag vorige keer. Toeloot! Dus die mag ik. Oké, okay, nou, ga jij lekker in de bakkie. En jij gaat rijden. Is dat de eeuwige student? Zullen we hem ook een biertje geven? Ja. Dat is wel leuk, toch? Zullen we het gewoon even testen? Kijken of we er komen? Hé, er zit een biertje. Nee, we komen brengen, gek. Ja, alleen... Jezus, wat alleen... zie jij eruit, man, met je hengel. Ja, dit moet... Ik heb dit ook niet verzonnen, Niels. Dit is niet mijn idee. Oh. Maar meneer is al beneden. Oh. Maar dat is niet het doel van ons item. U kunt weer omhoog hoor, waar komen we met de hoogwerker naar boven? Oh, hij wil bier nu. Nou meneer, hier heeft u een biertje. Maar ik zie u boven nog voor de volgende ronde. Ja. Boven, ja? Error H6. Error H6, dat is normaal toch? Dat is normaal. Nee, nee dan, ja. H7 is een probleem, H6 dat kan gewoon. Het is nu H7. Oké, nu hebben we een probleem. Nu hebben we een probleem. Weet je wat ik wel leuk vind? Dat je zeg maar een wagen hebt meegekregen. Ik heb met allemaal technische moeilijkheden. En dat er ook niet één vraag uit je fucking bek komt. Terwijl je die wagen... Ik heb niet opgehaald, Niels. Jij komt ik met deze wagen aanzetten. Ik heb niet opgehaald, Niels. Maar je geen enkele vraag Ik heb heel veel vragen, maar ik heb niet opgehaald. Jezus. Die meneer is nog steeds aan het wachten. Sorry, het duurt wat langer. Ja. Voor ons ook even inkomen. Laat die man maar, Martijn. Hij heeft al bier. We gaan naar die meiden verderop in de straat. Goed. Oké. Maar heel eerlijk, jongens. Als ik nu zo hoog ga, dan kiepert het ding niet om. Doe even normaal. Nee, ja. Ik denk oprecht dat het fout gaat. Luister, Martijn. Ik denk ook oprecht dat het fout gaat. Ik weet 100% zeker dat het fout gaat. Maar goed, jij zou de eerste doen. Bij wie ga je op bezoek? Bij wie kom je in de woonkamer binnenvallen? Ik heb geen idee. Onbekende, maar dit zijn studenten, dat dit weet zijn je. Studenten, ik heb gecheckt. Via Instagram heb je dat? Via Instagram hebben we gecheckt, ze zijn student. Ja, heb je alles? Ja, ik kom er niet bij. Jongens, ik kom hier niet bij. Ik vind het ook doodeng. Oh, jongens. Ja, dit is hoog, hè? Dit is hoog, gast. Dit is echt heel hoog. Is het wel veilig? Ja, gewoon gaan. En nu uitschuiven. Hallo. Wij komen jullie wat biertjes brengen. Oh, wat lekker. Maar ik had verwacht dat ik iets beter zou weten hoe dit werkt. Dus ik denk dat ik even bezig ben om jullie te komen. Gast, ik vertrouw dit voor gemeente. Ik moet... We kunnen het toch gewoon aan de deur geven. Is er iets dat je kan checken of dit wel veilig is, Niels? Ik vertrouw het voor gecentimeter. Het gaat goed. Hè? Huh? Het gaat hartstikke goed. Ik heb dit al zo vaak gedaan in mijn leven. Dit ziet er helemaal goed uit. Denk je niet dat hij zo meteen gaat omkieteren? Nee, uitschuiven. Het ding gaat goed. Uitschuiven. Jij makkelijk praten naar beneden. Uitschuiven. Gaan. Ah. Jongens, is dit veilig? Jongens, weten jullie dat? Is dit veilig? Hij is dit veilig, niet. Toch? Oh! Die poten moeten naar buiten. Ja, hè? Ik wist het wel. Ik ga nu naar beneden. Die poten moeten naar buiten. Die poten staan... Oh, shit. Niels, haal hem hier uit. Jij zit daar goed. Weet je wat? Anders bel ik even aan. En dan geef ik daar de biertjes aan. Misschien is dat een idee. Maar, dames. Ja, het ging niet helemaal goed, hè? Op deze manier moet het maar oplossen. Ah, wat hartstikke leuk. Dankjewel. Want ik werk met de grootste dipshit ooit. Die kan helemaal niks, die gozer. Hij heeft me letterlijk met dood ingestuurd. Nee. Je zag die best ook omkieken. Nee, helemaal niet, man. Ja, dus we hebben in ieder geval vanavond bier
Heel goed, want het is Nationale Studentendag vandaag. Oh, nou, serieus? Ja. En de studenten hebben zo'n ongelooflijk kutjaar, dachten we van... Ja, dat is niet normaal. Ja, toch? Ja. Ja. Dus vanavond gewoon een illegaal coronafeest geven. Nee, dat mag natuurlijk niet. Oké, okay, we zijn erbij. Tot vanavond. Tot vanavond. Gozer, we hadden in hun woonkamer kunnen komen en nu, door jou fucking gekut, staan we op een trap. Ja, mij gekut, ja. Ja. Dat had me dood kunnen zijn. We hadden echt de meest originele manier gevonden om bij iemand in de woonkamer terecht te komen met twee 4-packs. En we staan nu in een fucking trap. We hadden, als we het hadden gedaan, waren we niet in hun woonkamer terechtgekomen, maar waren we in hun woonkamer terechtgekomen. Want was hij omgekieperd. Nee. En dan was ik dood dat je het in je eentje kunnen presenteren. Nou, dan hadden we een veel betere video gehad dan wat we nu hebben. Dat is zeker waar. Dames en heren, we hebben het probleem opgelost. Ze hebben geen idee. Ze hebben geen idee, deze mensen. Spannend, jongens. Oh. Oké, okay, niet huilen weer, hè? Je k***bek. Wat? Hebben jullie zin in een biertje? Ja, toch? Omdat het Nationale Studentendag is, heb ik hier echt overheerlijke biertjes voor je, jongen. Dus het is lekker bier drinken vanuit je slaapkamer. Ook geleverd aan je slaapkamer. Hallo. Ja. Nou, lekker jongens, bedankt. Hoppa. Lekker. Proost dames. Oké, als het goed is, moeten we hier zijn jongens. Ja, gaan we er met z'n tweeën in? Ja, leuk. Ze weten dat er iets gaat gebeuren, maar ze weten niet wat. Ze weten niet wat. We mogen de ramen wel eens gaan lappen. Ja, die ramen zijn zo vies, ze zien niks. In het merd, jongen. Er komt een stank uit je kamer, gast. Hey! Nationale Studentendag. Kijk eens, jongens. Kijk eens. Ja, we komen er wel even eentje drinken. We hebben studentenhuis gesproken. We zijn de hoeren. Ze hebben hier 4 hoog, dat is ook bier. Ja, er zitten dus 4 studenten 4 hoog. Nee, nee. Ik was net een watje. Huh? Doe in ieder geval een poging. Hoe hard het waait. Kijk dit ding heen en weer gaan. Hier, je hebt nu biertjes. Dit is geen goed idee. Dit is een goed idee. Nee, dit is echt geen goed idee. Paniek in zijn ogen. Nee, dit is echt paniek in zijn ogen. Hey, dit is wel hoog hoor. Valt wel mee. Valt wel mee, zegt die gozer. Je bent op de hel. Nee, 4 is te hoog. Omhoog. 4 is te hoog, pik. Omhoog. Flikker op, ik ga dit niet doen. Omhoog. 4 is te hoog. Ik ga dit niet doen. Je moet 4 hoog. Ik sta 3 hoog. Het ding wiebelt als de malle, gozer. Ik wil naar beneden. Ik ga naar beneden. Luister. Martijn, jij doet het. Jij kan dit. Ik kan dit helemaal niet. Jawel, jij kan dit. Hé, hey, Niels, dit is een challenge. Ik kan niet atten. Ik wil het wel proberen. Studentendag, jongens. Studentendag. Geef me die fles. Geef me die fles. Maar hoe, wat moet ik doen dan? Je moet heel snel drinken. En dan? Ga ik hoger. Hoger, hoger. Hoger. Ga er lekker snel. Ik geloof het wel. 5 hoog, we gaan weer. Gaan we... Hoe werkt dit? Oh jongens, het gaat fout. Dit is wel minder eng. Niels! 4. Ik ga het net op mijn bek. Gast, ik ben... Ik zei het. Oké, 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 klaar. Klaar, klaar, het is leeg geweest. Dit is me niet waard. We zijn studentencoach, gozer, knul, nul. We gaan zuipen, nul. Waar gaan we heen? Naar de kloten. Lekker, Marnie. Hé, maar we hebben nog eentje voor jou klaar staan. Jongens, ik moet mijn kind zo ophalen bij de crash. Niels. Nee, echt. Ik ga niet lam mijn kind ophalen bij de crash. Oké. Okay. Goh, wat hebben wij toch veel studenten blij gemaakt vandaag. Ja. Ook een beetje onszelf natuurlijk, zo'n Smeen of Al Challenge, dat moet je natuurlijk een keer gedaan hebben. Ja. En wat is dat leuk. Ja. Nou, in ieder geval hebben wij onze liefde even kenbaar gemaakt aan alle studenten in Nederland. We hebben er maar een paar kunnen helpen, maar goed. Voor nu zou ik zeggen, doe mij maar een broodje balzak. Dag! Hey, is het gezellig daarboven? Ja, ik vind het wel gezellig. Mag ik binnenkomen? Ja, tuurlijk. Kom binnen. Hé hey, Job! Fijne dag, hè? Oh. Tot volgende week. Lukt het? Het lukt. Kom maar lekker.
Wil je bed niet vies maken?